En Sittard is men ook aanwezig. Ja. En Brunsum. Brunsum, Brunsum. Brunsum, de hele zuidelijke hoek is aanwezig. Nou, kijk eens aan. Nou, meestal volg ik via de... Hoe heet dat? Niet via de Zoom, maar volg ik jullie via... Wat, hoe gaat dat? Torah. Maar in dit geval kreeg ik zo vaak door, gaat het nou zo'n Zoom, dat ik dacht, nou, dat doe ik het maar. Prachtig. Ernst, was je bij mijn zuster op Shabbos? Ja. Ja. Leuk. Dus, ja. Hoe is het met haar? Nou, ze was er zeker niet, dus ze was in België. Dus. Ja. Maar volgens mij goed. Prima. Wel over de app contact. Ja. Goed te horen. Goed. En Paul is er niet vandaag. Graaf Katzman, dank u wel voor uw gastheerschap. Ik wilde voorstellen dat we gaan beginnen. Ik ben, hoewel ik geen host ben, als ik zie zo nu en dan, die zit in de wachtkamer en toelaten. Vandaag, ik denk, een heel belangwekkend onderwerp. Ik wil beginnen met een vraag. Als, ik heb mijn ervaring eens geleerd dat als je die in een bepaalde publiek, of het een mensen, of het 10, 20 mensen zijn, of dat het 100 of 200 of 300 mensen zijn, het is die vraag op zich in een groep mensen gooien, die heeft soms het effect van een bomontploffing. En ik wil hem toch ook hier voorleggen en proberen vandaag aan de hand van ook een aantal waargebeurde verhalen, maar ook Moshalim, wat meer duidelijkheid in te krijgen. De vraag is de volgende. Hebben we ooit eens bij onszelf hebben wij ooit bij onszelf bekeken, geobserveerd hoe het eigenlijk komt dat er zo vaak geen liefde is in ons hart? Dat we een groot probleem hebben om gevoelens van liefde op te brengen. Zeker, kijk, het is geen kunst om dat te doen, een moeder die een baby krijgt. Weet je, dat zit zo in de genen, zou ik bijna zeggen, in DNA. En ook niet als er iemand is waarvan je houdt, of in een bepaalde relatie bent, of je hebt bepaalde zaken waar je heel erg aan gehecht bent, dan is het, ik zou bijna zeggen, geen kunst om die liefde op te brengen. Maar waar het om gaat is, juist degene, als iemand jou iets heeft aangedaan, en je moet de daad moet je gewoon afkeuren, of je moet een soort recht zoeken, dan is het vaak heel moeilijk om die liefde weer op te brengen. En hoe komt dat eigenlijk? Want we zien in de Torah van gisteren, zien we het als een absolute verplichting. Je zal je naaste lief hebben als jezelf. Sowieso als je jezelf niet lief hebt, kan je eigenlijk je naaste ook niet lief hebben. Ik wil wat beginnen met een waar gebeurd voorval. Wat misschien ook wel iets meer licht zal schijnen, hoewel niet al te veel nog, in het begin van deze sessie. In het begin van de jaren 50 was er een rabbijn in Williamsburg, een wijk in New York, waar vandaag de dag meer dan 100.000 orthodoxe joden wonen, veel chassidim, maar ook veel niet-chassidische, haredische joden. En deze raaf, die heette raaf Yecheskel Stein. Hij was helemaal nooit een beroemde rabbijn geworden. Hij was ook niet een grote Talmud-geleerde. Maar de man die tot vandaag de dag zijn er een aantal tzedaka, liefdadigheidsfondsen, dragen zijn naam. Hij was een activist en hij wat wel eens wordt vergeten of niet gerealiseerd. Maar met name in de jaren 50, trouwens vandaag de dag ook nog. Maar in de jaren 50 waren er duizenden en duizenden gezinnen
die niet wisten hoe ze moesten overleven in de armoede. Er was een schrijnende armoede. Er waren enorme misstanden sociaal-economisch bezien. Maar het was ook de tijd in de Koude Oorlog van de beruchte senator McCarthy, die geïnitieerd heeft een soort heksenjacht op alles wat maar een zweem had of indirect kon een band zou kunnen hebben met iets wat communistisch was. Een haat tegen het communisme en communisten. Nogmaals, ik ben ook geen communist, in tegendeel. Ik denk dat het communisme een ongelooflijk valse en verkeerde ideologie is. Maar een haat tegen het communisme, daar heb ik een zeer groot wantrouwen tegen. En er was, in die tijd was dat er. Zelfs een Charlie Chaplin, die toch moeilijk kon worden beticht voor communisme, is Amerika uitgegooid, verbannen. Mocht Amerika niet meer in, omdat men verdacht hem van communisme. Iedereen die een beetje sociaal gevoel hebt, die kwam al vanzelf in de verdachte bank. En die Raaf Stein, die had niet alleen een beetje sociaal gevoel. Hoe hij dat deed, hij was zelf helemaal niet rijk, in tegendeel. Maar hoe hij deed, dat weet alleen maar sommige intimi. Hij slaagde erin om echt duizenden gezinnen elke week weer te voorzien van voedselpakketten, ook van geld, dat ze gewoon niet alleen op Shabbat, maar ook nog konden overleven. En dat kon niet anders leiden in die tijd, dat hij op een gegeven moment, dat hij een paar jaar hiermee bezig was, is hij opgepakt en gearresteerd op verdenking van communisme. En hij kwam in de gevangenis terecht. En na 4-5 weken is hij vrijgelaten, uiteraard, want er was geen enkel bewijs. En toen heeft hij de eerste droge rasha die hij in zijn shul heeft gehouden, is historisch geworden. En met name van één uitspraak. Hij zei tegen de volgepakte shul, want hij was natuurlijk enorm geliefd en geëerd voor alles wat hij deed. Hij zei, jarenlang heb ik enorm veel inspanning geleverd, enorme best gedaan, enorm veel energie eraan besteed, dat vele, vele konden overleven in deze hele moeilijke tijden. En ik weet dat heel veel mensen noemden mij een Iskados, een heilige man. Eén keer, zegt hij, 5 weken geleden, heb ik in een Rasha alleen maar een vraag gesteld. Hoe komt het toch dat er zoveel armen zijn? En de volgende dag werd ik gearresteerd en noemde men mij niet meer een heilige man, maar een communist. Weet je, we zien hier hoe de wereld aankijkt vaak. Dit is een extreem voorbeeld, kan je zeggen. Maar hier, we zitten in een wereld die op een bepaalde manier aankijkt tegen een hele hoop gebeurtenissen, op een manier die we schekker kunnen noemen, bedrog. Een van de zeer gerespecteerde aanwezigen, een hele goede vriend van mij, die daar heb ik een e-mail van de week aan gestuurd, om over het probleem wat in Israël is met de hervormingen op juridisch gebied, en dat een aantal mensen de macht van het Hoge Rechtshof willen inperken. En ik denk dat ik hem van de week nog een aanvullende e-mail stuur, want ik ben een heel belangrijk ding vergeten. En ik denk dat we dat ook mogen inzien. Dan gaan we terug naar die liefde, want dat heeft er ook mee te maken. Mm-hmm. Ik weet dat er bij de voorstanders en bij de tegenstanders van die hervormingen, dat beide hebben ze bepaalde argumenten waar een zekere, dan kan je zeggen, daar zit wel iets in om daar minstens rekening mee. Maar er is een heel belangrijk aspect wat wel eens wordt vergeten. Dat is dat het huidige Hoge Rechtshof, en dat is dan niet alleen het huidige, dat is al tientallen jaren zo, daar zitten mensen in die zich altijd hebben bevonden aan een kant in het politieke spectrum in Israël, die lijnrecht ingaat tegen wat bijvoorbeeld de huidige regering wil. Maar niet alleen dat. Hoe komt het dat de Verenigde Naties en de grootste deel van de wereld Israël beticht van ten onrechte het in bezet hebben van gebieden? Hoe komt het dat er zoveel landen in de wereld Israël beschuldigen van onrechtmatige bezettingen
en dergelijke en van mensenrechten schendingen. Daar zijn natuurlijk verschillende oorzaken aan te wijzen. Maar één ding weten we wel, en iedereen heeft dat altijd kunnen volgen. Het Hoge Rechtshof heeft dit altijd bevestigd. Het Hoge Rechtshof heeft de beschuldigende vinger naar hun eigen land vaak gedaan. Ten onrechte. Ik heb vorige week een hele sessie aan besteed. Aan de leugens en de bloedspookjes die over de staat Israël de ronde doen. Helaas moet ik constateren. En het is gemakkelijk. Iedereen kan het nagaan op internet. Helaas moet ik constateren dat het Hoge Rechtshof in Israël zelf heeft vaak voedsel gegeven aan dit soort fabels. En dat ben ik aan die goede vriend van mij vergeten te schrijven. Maar ik zal dat nog alsnog doen. Want het is heel belangrijk om dit te realiseren. Het is een soort paard van Troje. En ik vind het wel veelzeggend. Dat als er grote massa op de been is tegen die hervormingen. Is het in de hele wereld groot nieuws. In de Nederlandse media. En ik heb geloven met een vergrootglas gekeken. Ik heb nergens kunnen vinden. Over tussen de 600.000 en 700.000 demonstranten die voor die hervormingen zijn. Over de massale protesten van vele, vele mensen in Israël die uit die hervormingen willen doorvoeren. Sommigen zijn het er meer, en anderen ietsje minder, dan weer gelijk. In ieder geval, Israël is verdeeld op dat punt. En nogmaals, ik ontken niet dat er zijn bepaalde juridische en legale gefundeerde argumenten om te zeggen van die hervormingen daar kunnen niet zomaar zonder enige restrictie worden doorgevoerd. Ik geloof dat nogmaals, dat kan ook. Maar we mogen niet vergeten dat de andere kant van de zaak. Daarom, ik dat heel open in en iedereen mag nog op aanvallen met mijn discussie gaan, maar ik sta zelf toch met een zekere terughoudendheid toch in het algemeen achter de hervormingen. En ik vind dat het Hoge Rechtshof dat vaak een hele kwalijke rol heeft gespeeld. Met name in het verleden. Met de democratische beginselen die het land zou moeten hebben. En daar gaat het ook om. Goed, en nu weer over die liefde. Want hieruit blijkt dat mensen die daar ook in het Hoge Rechtshof hebben gezeten, één ding ontbrak. Namelijk als je de echte liefde hebt voor een persoon, of voor een staat, of voor je land. Dan mag je best, dan mag je niet, dan moet je kritiek erop hebben soms. Hogeacht of Gias, zegt de Torah. Maar je mag nooit valse beschuldigingen ondersteunen. Je mag nooit in een koor gaan zitten wat Lashon Hara, wat kwaad spreekt over iemand. En nou heb ik een in dat verband. Er is een we weten, de Arizal brengt in zijn inleiding op Sha'ar Kwanos. Dat gaat over Tefillah, over Davenen, over het spreken met de Kodesh Borgo. Daar brengt de Arizal een machtig woord. Hij zegt, iedereen die 's ochtends begint met de Davenen, voordat je spreekt met de Kodesh Borgo, moet je eigenlijk op je nemen. Hè, dan moet je eigenlijk zeggen, Harein neem, Kabeil. Kium, mitzvah, haftel, rega, kamoga. Ik neem op me de mitzvah, je zou je naaste lief hebben als jezelf. Wat heeft dat te maken met de davenen, met het gesprek met de Kodesh Borgo? Wat heeft dat ermee te maken, wat is het verband? Hoe kan je durven met de Kodesh Borgo te spreken, als je zijn schepselen, als je negatieve gevoelens over de schepselen hebt? Dat het niet over de daden. Je ziet iemand stelen, dat moet je afkeuren, je moet hem voor het gerecht brengen. Maar niet over de persoon oordelen. Dat kan je helemaal niet. Kodesh Borgo kan iemand de drang hebben gegeven om 10 dingen te stelen. En iemand weet zich zo zelf te overwinnen dat hij er maar 9 steelt. Moet hij toch gestraft worden voor die ene die er gestolen heeft. Dat is de wet. En weten jullie, er is één heilig principe in het Jiddischkeit, in de Torah. Niets staat boven de wet, boven de Torah. Hoe anders is dat in de wereld? Alle dictators schouwen zichzelf als boven de wet staan. Of ze gebruiken of misbruiken de wet. Of ze gebruiken of misbruiken de grondwet. Ook soms het Hoge Rechtshof in Israël. Ik durf dat keihard te beweren. Onze behouding is een hele andere. Zelfs Moshe Rabbeinu, de hoogste leider en de machtigste leider die we ooit hebben gehad, moest zich onderwerpen aan de wet, aan de Torah. Er gaat nooit iets boven de wet. Dat is Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu geeft die wet. Daarom.
En als de Kodesh Baruch Hu iemand geschapen heeft, is die geschapen B'Tselem Elokim naar het beeld van de Kodesh Baruch Hu. Dat betekent, als je niet geen liefde voor je naast hebt, heb je ook geen liefde voor Kodesh Baruch Hu. Daarom neem je op jezelf de liefde voor de naaste voordat je begint te davenen. Interessant in dit verband, maar echt heel interessant, is dat dat er staat in de Torah in verband met wraakneming en wraakgevoelens. En als je kijkt naar Rashi, die legt het uit, wat is het verschil tussen wraak en wraakgevoelens? En we gaan er zo meteen nog even op dieper in. Rashi zegt namelijk, als je stijf voor je bent een boer, hè, dat kan over een paar jaar waarschijnlijk in Nederland kan dat niet meer, maar goed, in Israël kan dat toch hopelijk wel. Je bent een boer, en je bent bezig op je land en je hebt geen schop meer. Geen schep. Of hoe dat schep heb je niet meer. Dus je gaat naar je buurman en je vraagt aan de buurman. Zegt, buurman, kan je mij een schep lenen? En de buurman zegt tegen jou, nee, heb ik geen zin in. Ik heb geen zin in. Ik heb hem misschien niet nodig, maar ik heb geen zin. Je krijgt hem niet. Het is niet aardig van die buurman. 2 maanden later, die buurman komt zonder schep te zitten. Heeft een schep nodig. Gaat naar die boer toe. En die vraagt naar die boer, zeg, heb jij nog toevallig een schep voor mij te lenen? En als die boer zegt, nee, want 2 maanden geleden heb je mij geen schep geleend, ik leen jou ook geen schep nou, dan neemt die boer wraak. Maar als die boer zegt tegen zijn buurman, natuurlijk kan je hem lenen, want ik ben niet zoals jij. Jij leent hem niet uit, maar ik wel, dan heet dat wraakgevoelens. En het is interessant, dat laatste is erger dan het eerste. Dat laatste is veel erger dan het eerste. Natuurlijk mag je geen wraak nemen. En die boer, als hij die schep niet leent, is een overtreding. Maar als hij die schep wel leent, maar erbij zegt van ik ben beter dan jij, want jij hebt het niet gedaan, is het veel erger. Want dan is niet alleen het resultaat is er wel beter, maar zijn hart is vervuild. Zijn hart is daarmee is onrein. Zijn hart is vervuld van wraakgevoelens. Maar het valt hier natuurlijk wel om de hoogiergadamitech. Ja, natuurlijk ook. Dan had hij dat op een andere manier niet te doen, niet uit eigen belang. Ja. Hier was het zelf belang. Ik wil even, ik heb het over het hart, ik wil even mijn hele energietoestand. Ik heb even een glas steek op, niet jullie het erg vinden dat ik even een stap neem. Maar hoe gaat het door? Dat nooit nog een minuut. Komt, kan niet in bedoel. Goed, dank voor jullie geduld. Nou, dus wraakgevoelens zijn wat dat betreft veel en veel erger. En het gaat ook om, wat is de mentaliteit? Wat is het gevoel daarbij? Er is een Rosh Hashiva, een hele bekende Rosh Hashiva. Hij is inmiddels overleden, een aantal jaar geleden. Daar is een keer een biografie over geschreven. Die reisde de halve wereld rond voor fundraising. Om geld op te halen dat je yeshiva kon blijven functioneren. En dat is vaak heel hard werk, heel zwaar werk. En je moet ook inderdaad, je moet er tegen kunnen dat je ongelooflijk onbeschoft vaak wordt benaderd. Maar niet alleen. Je hebt ook natuurlijk geweldige, mooie ervaringen. En daar stond in de biografie op deze man, stond dat hij kwam op een gegeven moment in een plaats, was hij vaker geweest, en dat was een jit, die was steenrijk, maar die gaf nooit. En toen besloot hij hem toch een keer daar te gaan om te proberen wat geld los te krijgen voor zijn yeshiva. En men zei tegen hem, doe het niet, het heeft geen zin, je krijgt geen cent van hem. Hij dacht, nou, niet geschoten, is misgeschoten op zijn Hollands houden dat te zeggen. Hij zag, wat heb ik te verliezen? Niks. En hij is naar de jit gegaan en hij werd ook weer binnengelaten. En hij vertelde de jit van wat de yeshiva doet en het belang van de yeshiva en zo. En toen zegt de jit tegen hem, luister, ik heb een zuster die is zwaar gehandicapt. Het kost ontzettend veel geld voor haar, al die hulp die ze moet hebben. Ik heb een broer, die heeft 12 kinderen. Met zijn vrouw, met zijn 12 kinderen, leven onder de armoedegrens. Je hebt geen idee wat een lijden dat is. En mijn moeder, die woont in een zolderkamertje. Die kan met trappen, die ze niet naar beneden nauwelijks gelopen. Die is bijna gevangene in haar kamer. En hij begon de hele familie langs, met alle zorgen en alle problemen. Al moeilijkheden. En daarna begon hij nog met een paar andere vriendschappelijke relaties. En andere en zo dergelijk. De ene nog erger dan de ander. En die had ze, die kostte die. En toen eindigde hij zijn verhaal. En zegt hij, luister. Weet jij hoeveel kapitalen dat kost? Dat al deze mensen van hun problemen zouden zijn opgelost. En al die mensen. Ze krijgen geen cent van me. En dan moet ik jou wel geven. Dat is een hart wat
Maar wat wij noemen, dat een hart wat zo onrein is, zo tamees. Dat is ook niet tegen te voeren. Er wordt gebracht in de Pekja Wotstaten, maar ook in de Gemaraanstaten. We moeten naar 120 graden zo boven komen, moeten we afleggen, dien we gesbon. Dat wordt vertaald, rekening en verantwoording. En gesbonnet, dat zijn alle redeneringen, alle gedachten, alle rationalisaties, alle argumenten. We moeten bij onszelf nagaan, wat hebben we allemaal verkeerd gedaan, wat doen we niet verkeerd en zo dergelijke. Dat is gesbonnet. En dien is de wet, is het vonnis. Maar waarom staat er dien bij gesbon? Er zou moeten staan bij gesbon bedien. Want eerst komen de argumenten, eerst komen de discussies, eerst komen de redeneringen, eerst komen de alle grondslagen voor uiteindelijk het vonnis, het dien. Dus je moet zeggen, gesbon bedien, maar dat staat er nooit. Er staat altijd dien bij gesbon. Waarom? Dat is de verkeerde volgorde lijn. Het wordt zo duidelijk gemaakt. Aan de hand van een waar gebeurde voorval. Onder Stalin, je mag ze maar. De beruchte dictator Stalin. Op een gegeven moment komt er een groep van ongeveer 15 naar 20 boeren bij Stalin. En die smeken hem om een bepaald beleid, wat hij heeft besluit heeft hij genomen, om dat terug te draaien, want het is zo verschrikkelijk moeilijk. En hij praat met ze en er wordt onderhandeld. En ondertussen moet Stalin even vechten voor een sanitaire stop. En dan komt terug, onderhandelingen gaan verder. Nou, maar uiteindelijk komen ze er niet uit en Stalin weigert het. En de boeren gaan weg. En Stalin, die opent een bureaula waarin een gouden revolver altijd ligt. En die ziet dat die revolver weg is. Dus wat doet hij? Hij belt onmiddellijk op dat al die boeren moeten worden gearresteerd. Hij verdenkt ze van diefstal van die revolver. En inderdaad, alle boeren worden gearresteerd. 3 dagen later ontdekt Stalin in een andere bureaula dat hij daar per ongeluk kennelijk die revolver had neergelegd en die gouden revolver ligt daar. Dus wat doet hij? Hij belt, laat al die boeren vrij, want ik heb de revolver gevonden. Waarop het antwoord was, we kunnen ze niet vrijlaten, want ze hebben allemaal al bekend. Weet je, dat is dien de gesbon. De dien was al gedaan zonder gesponnis, zonder overwegingen, alles. De dien. En uiteindelijk is er ook, heeft de Kodesh Baruch Hu deze wereld geschapen op een manier dat er bepaalde fundamentele, diepgewortelde, hele diepe gevoelens zijn, een weten, een bewustzijn, wat zo diep in ons zit, dat kunnen we nooit loslaten. Dat is de dien. En de gesbonnet, dus de overwegingen en alle rekeningen voor die verantwoording, dat is hoe wij gaan met dat principe om. Hoe gaan we daarmee om? Er is toch een beroemde geschiedenis. Ja, jullie weten het waarschijnlijk, maar dan vertel ik hem misschien toch goed om het eens een keer te herhalen en het nog een keer te hebben gehoord. Van koning David met Nathan de profeet. We weten, koning David, die werd verliefd. Echt gewoon verliefd, zoals de Tenacht dat ook beschrijft, op Bathsheba. Maar hij had pech, want Bathsheba was al getrouwd. Nou was het in die tijd, dat als iemand de oorlog inging, tenzij hij een kohijn was, gaf hij zijn vrouw een get. Voordat hij de oorlog inging, die get was onder voorwaarde. Dat als hij niet binnen een bepaalde tijd terug was, dan was die vrouw was vrij om te trouwen. Dat was om te agunot te voorkomen dat een vrouw zou zijn gebonden aan een man die spoorloos verdwenen was, want heel veel mannen verdwijnen spoorloos in de oorlog. En die vrouw kan niet hertrouwen. Maar met een get wel. Dus als een man na een maand of na 2 maanden niet terug was, dan werd hij beschouwd alsof misschien dood of wat ook, maar dan was de get geldig. En als die man toch terugkwam, moest er opnieuw worden getrouwd. Goed. Nou, Bathsheba had zo'n get gekregen. Dus formeel is koning David nooit met een getrouwde vrouw een relatie begonnen. Maar het was natuurlijk het van geen, en zeker op het iemand van het niveau van koning David, dat gaf geen enkele pas, dat hij heeft ook bewust haar man naar het front gestuurd op een plek waar de kans dat hij zou sneuvelen erg groot was. Dus de man is gesneuveld, gedood. En David is toen een relatie begonnen met Bathsheba. Is getrouwd met haar. En toen komt Nathan de profeet bij David. En die vertelt hem een mashal, een parabel. En vertelt hem door een rijke boer. Je kent allemaal waarschijnlijk het verhaal. Rijke boer met een grote kudde en alles. En er was een hele arme boer. Die had maar 1 lammetje. Maar dat lammetje, daar leefde die mee.
En ik kon daar net van bestaan. En zo. En zo was het. Op een gegeven moment komt er een vreemdeling bij die rijke boer op bezoek. En die rijke boer die wil, die wil die vreemdeling goed onthalen. En die pakt gewoon het lammetje van die arme boer af die daarmee niks meer heeft. En dan vraagt Nathan aan koning David, nou, en wat moet er dan gebeuren? Dan zegt koning David, geef verschrikkelijk af op die rijke boer. Hoe onrechtvaardig, hoe slecht het is. Dan zegt Nathan de profeet tegen koning David, en jij bent die rijke boer. En de reactie van koning David was, Gatati, ik heb gezondigd. Op dat moment realiseert koning David dat hij inderdaad zo gehandeld heeft. Maar is de voor de hand liggende vraag, waarom heeft Nathan de profeet dat niet rechtstreeks gezegd? Waarom is hij niet naar koning David aan heeft gezegd, hé, wat heb je nou gedaan? Je hebt gewoon daar de vrouw genomen, je hebt gewoon de vrouw, je was verliefd op een vrouw, met eigen belang heb je die man naar het front gestuurd waar hij zou kneuvelen, en vervolgens heb je die vrouw genomen. Dat is volkomen verkeerd. Net dan ben je net als een boer, een rijke boer, een arme boer, enzovoort. Waarom heeft hij dat niet rechtstreeks gezegd? Waarom heeft hij een massaal eerst een heel verhaal eromheen gehangen, en toen koning David uitgelokt dat hij het zelf zou zeggen, zelf zou vinden? Dat heeft te maken met Dien Begespon. En toen had Kortje Boeren deze wereld gemaakt. Akkersburg heeft de wereld zo gemaakt dat wij handelen altijd zoals wij zien dat de omgeving is. We laten ons leiden door de omgeving. Kinderen imiteren hun ouders. Baby's, kleuters, ze leren alles. Zoals de wereld in elkaar zit van hun ouders, of van een onmiddellijke omgeving. Dat kinderen, zo zit de wereld in elkaar. Maar ook wij als zogenaamde volwassenen. Wij laten ons leiden door de omgeving. De omgeving die voedt ons en die bepaalt ons gedrag. 99% van de mensen is zoals soldaten of in een bepaald regime, op een bepaalde structuur handelt zoals verwacht wordt in die structuur, in die handelingen. Er zijn interviews geweest toch met mensen die de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan omdat de dictator of een opperbevelhebber dat vroeg in dictaturen. En dan heb ik het nog ineens over SS'ers en dergelijke. Die in het dagelijks leven hele vriendelijke, aardige, zachtmoedige mensen bleken te zijn. Die nooit zoiets zouden hebben verzonnen. Maar ze komen in een bepaalde structuur terecht. Ze zien de wereld door hun bril zien zij die wereld. En zij worden conformisten. En zij worden ruggengraatloze zombies. Ze gaan gewoon doen wat van hen gewacht wordt. Dan gaat Moshe Feinstein. Heeft ooit eens gezegd, toen iemand klaagde bij hem, hij zegt, ik sta zo onder sociale druk. Weet u hoeveel macht de omgeving heeft op mij? Waarom graag Moshe Feinstein tegen hem zei, de omgeving van jou is machteloos. Het is de macht van jouzelf. Hoeveel sta jij toe dat je omgeving de macht met jou overneemt? Hoeveel sta jij toe? Hoe ver ben je bereid? Dat je de regie over jezelf loslaat en de regie overdraagt aan je omgeving. Het is niet de omgeving die je de schuld kan geven. Het is jij, hoe jij tegen de omgeving aankijkt. Als jij als een klakkeloze, ruggengraatloze persoon, conformistisch, alleen maar doet wat er omgeving is. Ik heb een interview gelezen. Vertaald weliswaar, want het Koreaans is mij niet goed machtig. Het was uit het Koreaans vertaald in het Engels, een paar maanden geleden alweer. Een beruchte, letterlijk martelaar. Een van de letterlijk ook honderden marteldeskundigen van het regime van Kim Il-jung van Noord-Korea. Was op een of andere manier had kunnen vluchten, was in Zuid-Korea terecht. En hij had kunnen vluchten, was ook niet bang, want hij had toch geen familie. Maar zijn familie was als uitgemoord. Letterlijk uitgemoord door het regime. En hij vertelde in een openhartig interview hoe hij mensen letterlijk heeft doodgemaakt. Te willen van het regime, te willen van kennis, van dingen te weten komen. En hij was zo'n ongelofelijke aardige man, beschreef de journalisten. Maar ook dergelijk. En toen vroeg men, hoe kan je zo ver komen?
En dan zegt hij, en dat verhaal kennen we ook van SS'ers. Je mag je maar van vele anderen in die situatie. Van beveelfiguren. Hij zegt, je zit in een structuur, in een groep. En je wordt vanzelf, je ziet die groep als jouw meester. Als jouw God, zei hij letterlijk. Vanaf voor je de zorg. Vanaf daar ze gaan, van afgodendienst. Je ziet die groep als zij bepalen wat jij doet. Met andere woorden, jij bent de wereld, jij bent die groep. Daarom is Nathan naar koning David gekomen. Om hem een emotion te geven, om te laten zien, jij bent de wereld. Maar je beseft het niet. Je realiseert het niet. Pas toen deze man uit Noord-Korea, in Zuid-Korea was beland. Omdat hij dan is overgelopen, niet levenslang, maar voor 25 of 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij besefte toen pas wat hij had gedaan. Daarvoor was hij gewoon een werktuig. Hij heeft zijn persoonlijkheid vergeten, vergeten wie hij eigenlijk was. Vergeten om zelf de controle en de regie te houden over wie hij is en wat hij doet. En hij is gewoon een stukje wereld geworden. Dat is zijn kijk op de wereld geworden. Daarom, en mijn vraag is dat liefde? Natuurlijk is dat geen liefde. Een van de redenen, een van de belangrijkste aspecten waarom wij geen liefde in ons hart kunnen krijgen, als het er echt op aankomt, is omdat wij niet realiseren dat hoe wij tegen de wereld aankijken, zegt meer over ons dan over de wereld. Wij zijn die wereld. Wij worden zo beïnvloed door alles wat we zien en alles om ons heen. Er is een shliach tzibur, iemand die voorgaat in de dienst, in shul. Die staat voor aan de Aron HaKodesh. En bovenaan het Aron HaKodesh, niet in alle shuls, maar in heel veel shuls, staat geschreven, da lifnei mi ata omet. Ata omet, inderdaad. Weet voor wie jij staat. Waarom staat juist die zin er? Niet altijd trouwens, maar heel vaak wel. Da lifnei mi ata omet. Weet voor wie je staat. Je kan nooit met hem in gesprek gaan als je ook niet behaftaat bij Rega Kamocha, als je je naast de liefde hebt, als jezelf. Wat betekent als jezelf, niet als de wereld, zoals je die ziet, maar ontdek wie ben jezelf, hoe heeft Kodesh Boergoe jou geschapen. En weet je, dat is een ongelofelijke gematria, die je nooit meer mag vergeten, en die ook echt je ogen opent. De getalswaarde van da weet, Livnei mi, voor wie Atao meid jij staat, is 820. Is dezelfde getalswaarde als Ahavta de Reaga Kamocha. Je zal je naast de liefhebber als jezelf. Dat is al een zeer, meer dan een aanwijzing, maar gewoon een keihard verband hier wordt gelegd tussen deze twee principes, tussen deze twee uitgangspunten waarvan wij zeggen. En maar dan wil ik toch nog even terugkomen naar die liefde. En er wordt geleerd, de meest pure liefde die er is van moeder naar een baby. Maar wat is eigenlijk de definitie van liefde? Wanneer we denken over liefde, denken we vaak inderdaad aan definities en aan woorden. Dat is niet liefde. Een woord is niet het aangeduiden. Ik heb hier een glas. Als ik zeg, het woord glas is niet het glas. Het woord glas is een woord. Een glas is dit. 1000 mensen, en je zegt het woord glas, hebben ze 1000 verschillende beelden en opvattingen over dat glas. En het gaat ook over liefde. En in naam van liefde worden toch de meest verschrikkelijke dingen gedaan. Als je het hebt over liefde, ouders die hun kinderen zeggen hun kinderen lief te hebben. Maar die hun kinderen op een manier opvoeden, grootbrengen. Dat de kans dat ze een leven krijgen, waarbij ze echt mede getraumatiseerd zijn, mede
door wat hun ouders hen hebben aangedaan. Ik praat uit ervaring, niet persoonlijke ervaring. Ik heb prima ouders gehad. Maar ervaringen vanuit de mediation. Want het is soms inderdaad niet makkelijk. Dus als wij... eigenlijk is het de moeite waard een keer een hele sessie te wijden aan te onderzoeken wat liefde is. Maar niet de nominale onderzoek. Niet het onderzoek naar het woord liefde. Want het woord ook vaak wordt met begeerte en lust. En er zijn religies die verbieden begeertes en lust en verlangens. Kunstboer heeft er niet voor niks gegeven. We kunnen nooit lief hebben zonder begeerte en lust en verlangen. Maar we kunnen nooit lief hebben wanneer we alleen maar in de ban zijn van begeerte, lust en verlangen. Alles heeft een plaats. Ook begeerte, lust en verlangen. De eerste drie keren dat de woorden begeerte, lust en verlangen en gehechtheid in de Torah voorkomen is bij de verkrachting van Dina door Gamor, de leider van Schem. Dus zo'n goed voorbeeld is dat natuurlijk niet. En dat heeft niks met liefde te maken. Maar als je geen verlangen hebt naar Kodesh Baruch Hu, als je geen verlangen hebt naar liefde, waar praten we dan over? Ik citeer, en ik citeer niet en ik spreek ook uit, eigenlijk uit persoonlijke ervaring, dat ontzettend veel mensen vandaag de dag. Maar het is ook een beroemd citaat van Raaf, onder andere Raaf Avantversky, dat heel veel mensen, ook helaas veel onder ons en ook heel veel Joden, al helemaal niet meer naar liefde verlangen. Alleen al dat ze niet meer verlangen naar liefde. Hoe is dat? Omdat ze de moed hebben opgegeven. Omdat ze misschien zo depressief zijn. Omdat ze de hoop hebben verloren. Omdat ze geen uitweg zien. Omdat ze helemaal niet meer beseffen dat er iets is als liefde. Want er is een ongelofelijke bron van energie komt er vrij. Van energie. Van positiviteit. Van activiteit. Van een tikkun olam. Van een verbetering van de wereld. Als je inderdaad gaat realiseren dat er een liefde is. En wat dat is en wat dat inhoudt en wat je ermee kan doen. Het feit dat al heel veel mensen dat verlangen niet meer hebben. En degenen die dat verlangen wel hebben, die verlangen eigenlijk iets wat meer lijkt op begeerte, lust of wat ze. Een man die tegen een vrouw zegt, ik heb liefde voor je, maar die bijvoorbeeld alleen maar met haar naar bed wil. Dat is geen liefde. Dat betekent niet dat dat aspect, dat ook niet liefde kan bevatten. Natuurlijk. Het Joodse woord voor liefde, Ahava, is geven. De Torah-visie op liefde is, en hier is liefde een werkwoord, nou en of. Natuurlijk, net als huwelijk. Liefde is een werkwoord en liefde is niet een dogma. Het is niet iets wat vaststaat. Liefde is iets wat iets heel erg dynamisch is en iets heel erg actief is en heel erg energiek is. En natuurlijk het symbool, hè? We afta, is dat zo'n keer begonnen waar we gaan begonnen ze gaan. Ja, ja natuurlijk. Ja. Er is een in één straat. Ik noem verder geen steden. In één straat. Het is alweer een jaar geleden ongeveer. Nou nee, 18 maanden geleden. In een grote kehille. En in een hele vrome kehille. Zogenaamd vrome kehille. In één straat. Hebben drie jonge mensen. Met een tussenpoze van 1 of 2 weken. Een einde aan hun leven gemaakt. Zelfmoord. In één straat. En de niet-Joodse gemeentelijke dienst. Dat zit in Israël. Maar niet-Joodse gemeentelijke dienst. Heeft een diepgaand onderzoek ingesteld. Naar wat ze zelf zeggen. Maar ondanks de enorme tegenwerking van de families en mensen. Die natuurlijk ook helemaal in een shocksituatie waren. Maar men kwam er één ding achter in het rapport. Ik heb het rapport gelezen. Vanwege een bepaalde vertrouwensfunctie die ik bezit en andere mocht ik het lezen. En wat één ding kwam naar buiten. Dat in die families waar dit gebeurd is. Er werd zo neurotisch, ontkennend, emotioneel en gewoon compleet alsof het van een andere planeet kwam gereageerd op de vraag
Welke plaats neemt liefde in uw gezinszin? Wat zijn de uitingen van liefde die u naar elkaar heeft? We wisten helemaal geen raad mee. Die vraag alleen al te stellen. In welk opzicht? Uit je liefde naar je kinderen, naar je man, naar je vrouw. De kinderen naar hun ouders. Men wist ook sowieso, daar was dan niet het woord liefde, maar in die taal. Ik wil verder, ik ook niet zeggen welke taal, want het is niet belangrijk welke kinderen dat plaatsen. Maar ik maak het zo vaak mee in gezinnen. Waarbij, waarbij de knop op negatief staat, op depressiviteit of prestatiedrang. Nog niet lang geleden. Ik was bij het sterfbed, ben heel vaak bij sterfbed. Ik was op het sterfbed van een man. En ik heb zelf moeten huilen. Ik heb echt moeten huilen. Zonder dat die man het zag. En zijn vrouw ook niet. Ik zat in de auto. Ik ging op een parkeerplaats staan. Ik heb een portie moeten huilen. Ik zeg het jullie eerlijk. Ik kon het niet verdragen wat ik hoorde daar. Die man, bij een sterfbed, de meeste mensen op een sterfbed praten nooit over hun werk, nooit over carrière, nooit over kantoor, nooit. Ze praten alleen maar, niet alleen maar vooral over relaties, tijd die ze hebben verloren, het spijt dat ze niet meer tijd hebben besteed aan die of aan die, relatie met hun vrouw, met hun kinderen en dergelijke. Hier ook was een oude man, een hele oude man. En die praat alleen maar eigenlijk de spijt dat hij had, hoe hij met zijn vrouw was omgegaan, met zijn kinderen en dergelijke. En zijn vrouw zat erbij, maar een beetje op afstand. En die liet ons helemaal vrij in het gesprek. En ik stond op en ik liep de gang van het ziekenhuis in. En die vrouw liep met me mee. En die zei, ik wil u even nog bespreken. En we gingen naar beneden, naar de kantine. En ze vroeg een kop koffie aan, maar ik heb het niet genomen. Ik had gewoon geen trek. En we gingen even zitten. En die vrouw die vertelde, ik ben meer dan 50 jaar met hem getrouwd, zegt ze. Ik heb nog nooit in mijn leven gehoord dat hij ook maar iets gaf om mij. Hij heeft nog nooit gesproken over onze relatie. Moest hij nou echt aan, dat hij nu weet dat hij aan de vooravond staat, dat hij deze wereld gaat verlaten. Dat hij nu spreekt over de kwaliteit van zijn relatie. Hij zegt, is het nu niet opgevallen? Dat geen kind hem is komen opzoeken in het ziekenhuis. Op één uitzondering na. Hij heeft nooit iets gedaan aan relatie met zijn kinderen. Behalve dat hij zijn kinderen heeft gestuurd. Zijn kinderen moesten presteren. Moesten een studie afmaken. Moesten carrière maken. Zij moesten dingen kunnen. Maar zoals ze echt waren, heeft hij zich nooit echt voor geïnteresseerd. Hij is één keer geweest naar een sportwedstrijd van een van zijn kinderen. Hij heeft het niet gehad over de prestatie van die sport, alleen maar gezegd thuis, nou, wat je met je sport kan, dat moet je ook met je studie en met je werk laten kunnen. Is dat liefde? Is liefde voor werk, voor carrière, voor wereld? Op het sterfbed, als iemand zwak is, dan komt het naar boven. Het is geen leuk einde van deze sessie. Maar wel, misschien een wake-up call voor mij. Alles. Ik moest huilen om het verdriet van die vrouw. Ik moest eigenlijk huilen om het verdriet wat al die kinderen is aangegaan. Een vader te hebben die compleet, maar ook werkelijk compleet, niet iets gedaan heeft aan liefde in zijn gezin. Goed, dank u wel voor jullie. Dank jullie wel voor jullie. Volgende week, Miatrasijn. Weer Raaf Katsman, hartelijk bedankt voor je gastheerschap. Ik wens jullie allemaal een simgedik en een gezonde week. Ik heb nog één vraag gezien, als liever niet beantwoord wordt. Dan hoop ik dan Lineder, als ik aan de woord winnen wordt, volgende week op Dordrecht. Bedankt voor jullie aandacht. Dank u wel. Heel hartelijk dank. Dank u wel. Dank u wel. Wim Jeskoyer. Is het teruggegroot. Volgende week zal je me niet zien.